De Europese Unie heeft een migratieakkoord gesloten met Tunesië. Vanuit dat land in Noord-Afrika vertrekken veel bootjes met migranten en vluchtelingen richting Italië. Tunesië krijgt nu 105 miljoen euro om die mensensmokkel te bestrijden en om aan zijn eigen grenzen met de buurlanden mensen tegen te houden die naar Europa willen oversteken. Mensenrechtenorganisaties hebben veel kritiek op de samenwerking met Tunesië. Eergisteren nog redde de Italiaanse kustwacht migranten die vanuit de Tunesische stad Sfax vertrokken waren. Italië zegt dat het aantal migranten en vluchtelingen verdubbeld is in vergelijking met vorig jaar. Om dat te stoppen ondertekende de Europese Commissie een akkoord met de Tunesische regering. De Italiaanse premier Meloni en de Nederlandse premier Rutte waren erbij, ze onderhandelden mee. For humanitarian reasons, it is vital that we work together to try to stop people making the dangerous and often deadly Mediterranean crossing. Tunesië krijgt 105 miljoen euro om zijn kust- en grenswacht te versterken. Europa kondigt ook andere steun aan. We investeren vooral in Tunesië om het op vele vlakken daar beter te maken. Want mensen vertrekken daar niet alleen omdat het hier beter is, maar ook omdat het daar niet goed gaat. Dus dat wil zeggen economische investeringen, investeringen in onderwijs bijvoorbeeld, om mensen perspectief te bieden. Maar ook het aanpakken van die smokkelaars die mensen misleiden, om te vermijden dat mensen het leven laten in de Middellandse Zee.